983.600 voorkeurstemmen. Die score haalde Leo Tindemans bij de Europese verkiezingen van 1979. 983.600. Dat is veel volk. Tindemans is zeker een van de populairste politici uit onze recente geschiedenis. Maar het rare is dat hij die monsterscore behaalde op het moment dat hij niet meer aan het bewind was. En misschien juist omdat hij de macht uit handen gaf op een spectaculaire manier. Het gebeurde in de Kamer op 11 oktober 1978. Partijvoorzitters van de coalitie interpelleerden premier Tindemans over het Egmond-pact. U ziet straks de beelden terug, want er zijn toen opnames gemaakt. Toevallig, naar het schijnt. De eerste minister had in elk geval de camera's niet besteld. Maar de cameramensen hebben toen wel een belangrijke rol gespeeld. Tindemans trad af en het land belandde in een diepe politieke crisis. We vertellen vanavond de hele historie van een man die twijfels had. Voor wie de grondwet meer was dan een vodje papier. Dit is het portret van Leo Tindemans. Lang leven België. Pas joué la Brabançonne, mais on a chanté le Vlaams Leu. Voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Het is 11 oktober 1978. Premier Tindemans loopt weg uit het parlement. Daarmee bezegelt hij het einde van het Egmond-pact en zet hij zijn eigen toekomst op het spel. Het gebeurt nog dat ik 's nachts wakker lig en dat ik heel die scène nog opnieuw beleef en mijn vragen stel. Op welke manier had ik moeten antwoorden? Heb ik goed gedaan zo met hoe ik het gedaan heb? Ik moet zeggen, de conclusie tot hiertoe is ja. En was het te herdoen? Ik denk dat ik het op dezelfde manier zou doen. In Zwijndrecht, een dorp op de linkeroever van de Schelde tegenover Antwerpen, wordt in 1922 Leonard Tindemans geboren. Vader Frans is bankwerker van opleiding. Hij werkt bij een bedrijf dat grote openbare werken uitvoert. Ja, die Schelden heeft altijd in mijn leven een rol gespeeld. Van in de kleuterschool, zou ik zeggen, maar dan ook later in de lagere school. Als een boot naar Congo vertrok, de aanlegplaats van die boten was gewoon aan de overkant daar. En dan moesten wij op de dijk gaan staan. En met vlaggetjes zwaaien. Hè. Als er dus paters of nonnetjes vertrokken naar Ginte, die stonden dan aan de reling. En dan moesten wij van op de wal daar naartoe wuiven zo. De jonge Tindemans en zijn familie verhuizen een paar keer tot ze zich voor langere tijd vestigen in Burgt, ook weer aan de Schelde. Leo gaat er naar de lagere school. Na zijn middelbare opleiding in Antwerpen gaat hij handels- en consulaire wetenschappen studeren aan de Hogeschool Sint Ignatius, die geleid wordt door jezuïeten. Tindemans is een studax en leest enorm veel. Van Hendrik de Man tot The Seven Pillars of Wisdom van T.E. Lawrence, de beroemde Lawrence of Arabia. Men heeft ook zijn briefwisseling gepubliceerd. En in een van die brieven schrijft hij dus aan een vriend dat hij niet dacht dat zijn roeping gelegen was in de leider te zijn. En u weet, de gedachte, het Führerprincipe, dat in de jaren 30 nog gespeeld heeft, dat hij zichzelf nooit zou willen beschouwen als iemand die zeggen hoe het moest doen. Maar dat hij zocht naar iemand in wie hij kon geloven, die hij als eerlijk beschouwde, als bekwaam, als overtuigd, als iemand die deed wat hij voorhield en niet tegenovergestelde van wat hij verklaarde had, dat hij daarmee wilde strijden om van deze wereld een menselijker wereld te maken. Dat maakte op mij een grote indruk. Tindemans is in deze periode ook al sterk geïnteresseerd in buitenlandse politiek. Zijn eindverhandeling gaat over de conventie van Oslo.
Hij raakt steeds meer overtuigd van de voordelen van internationale samenwerking en de Europese integratie. Ik had een vriend, we hadden alle twee Sint Ignatius gedaan. En we woonden op de linkeroever. Wij konden de Schelde niet oversteken waarin mijnen lagen en er was geen overzet, boot enzovoorts. En dan zijn we naar de Universiteit van Gent gegaan en ik heb daar dan nog de licentie economie in Gent gehaald. Later heb ik politiek en sociale wetenschappen in Leuven nog gedaan, toen ik al jonge volksvertegenwoordiger was. Vanaf 1947 is Tindemans een tijd journalist bij de Gazet van Antwerpen. Daarna gaat hij op de economische afdeling van het ministerie van Landbouw werken. Als in 1948 de Christelijke Volkspartij wordt opgericht, komt de afdeling Burgt hem vragen om lid te worden. Hij wordt ook betrokken bij het nieuwe tijdschrift van de CVP-jongeren. Interviews voor dat blad brengen hem in contact met belangrijke politici, onder andere Robert Houben. Houben is directeur van het studiecentrum en CVP-partijsecretaris. Zijn we ook geenszins zinnens om toe te laten dat men onder de slogan van federalisme zou gaan naar avonturen die nadelige gevolgen zouden hebben en waarvan de bevolking de gebroken potten zou betalen? Houben haalt Tindemans naar het studiecentrum. Als Houben minister wordt, volgt Tindemans hem op als partijsecretaris. In 1961 zet P.W. Segers hem op de lijst voor de Kamer als eerste opvolger. En wanneer Frans van Kouwelaert enkele maanden later sterft, neemt Tindemans zijn zetel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over. In 1965 zijn er parlementsverkiezingen. De Rooms-Rode Coalitie van Spaak en Lefebvre krijgt slaag. De liberalen gaan vooruit. Tindemans staat derde op de Kamerlijst en haalt ruim 8000 stemmen. Hij is dan al vrij bekend omdat hij het hele land afreist om in de CVP-afdelingen te gaan spreken. In hetzelfde jaar wordt hij burgemeester van Edegem. In 1968 dreigt België onbestuurbaar te worden. Gaston Eyskes moet de knopen ontwarren na een lange en diepe crisis. Hij vraagt Tindemans als minister voor communautaire betrekkingen. Niet meteen de rol die de Europese idealist voor zichzelf had weggelegd, maar hij aanvaardt. Die van aard is dat zowel de Economische Raad voor Vlaanderen als de Conseil Économique Wallon tevreden zullen zijn. Het was de splitsing geweest daar op dat ogenblik van de CVP-PSC, dus niet meer als unitaire partij, die waren dus uiteen. En ja, aan Waalse zijde een enorme bewogenheid door dat wegjagen, laat het maar zo zeggen, zoals zij dat beschouwden althans, van de Franse afdeling van de Universiteit van Leuven uit Leuven. Dat was een pathetisch moment, zou ik bijna zeggen, in de geschiedenis van ons land. Eerste minister Eyskes wil de wrijvingen tussen Vlamingen en Walen voorgoed van de baan helpen. De staat België moet een nieuwe inrichting krijgen. In de nieuwe regering krijgt Tindemans samen met zijn Waalse collega, de socialist Freddy Terwanje, de opdracht de staatshervorming verder voor te bereiden. Tindemans is in principe voorstander van federalisme, maar heeft twijfels over de toepassing ervan in België. De knapste juristen in Zwitserland en in Amerika, die zegden mij, federalisme met tweeën is een contradictio in terminis. Met tweeën federeert je niet, met tweeën splitst je. En dus die brachten twijfel, hè? Dus intellectueel gesproken met mij, met tweeën. Zij zegden, voor de financiële aspecten bijvoorbeeld, hè? In iedere federale staat dragen de rijkere deelstaten af aan de minder rijke, aan de armere. Dat maakt deel uit van die filosofie. Maar als je met hun tweeën bent, als u met tweeën bent, dan is het de ene die betaalt voor de andere. U ziet van hier, zegden ze mij, hoe dat dit politiek kan geëxploiteerd worden. Eenmaal dat het draait. En dat had diep een indruk op mij gemaakt. En al degenen die ik in de partij en in de nabijheid van de partij kon consulteren, die stelden allemaal de vraag, is dit niet het einde van het land? Om een blauwdruk te maken van het nieuwe federale België, richt Eyskes een werkgroep op met 28 leden. Die vergaderen in de Wetstraat. Tindemans woont alle vergaderingen bij.
Alles bij elkaar, op de grote knelpunten, zag men duidelijk in welke richting men kon een voorstel doen. Behalve voor Brussel. Brussel, dat was afschuwelijk. Voor Brussel, dat moest altijd maar uitgebreid worden. Uitgebreid worden. Eis van bepaalde mensen uit het Brusselse zo. Hè. Er niks aan te doen. Brussel moest groter worden. En dus op dat stuk bleven de standpunten hardnekkig, tegenstrijdig, tegenover elkaar. En dus met de 28 komen we bijeen. En iedere dag bijna riep vader Rijskes mij s'avonds en zei, kijk, Leo, het is gedaan, er kan niets van komen. Ik heb al een tekst klaar, een verklaring. Als de regering valt, zal ik een grote verklaring doen en men zal verbaasd zijn wat ik zal zeggen. Maar wonder boven wonder, we zijn er doorgeraakt. De resultaten van de werkgroep vormen uiteindelijk in grote mate de basis voor de staatshervorming van 1970. Die maakt van België officieel een land met 3 taalgebieden en 3 gewesten en gemeenschappen. De grenzen van de gewesten zullen later vastgelegd worden. Dames en heren, de verhouding is geopend. De unitaire staat, met zijn structuur en zijn werkwijze, zoals die thans door de wetten nog geregeld zijn, is door de gebeurtenissen achterhaald. Eiskes meent dat de zaak voor een jaar of 30 geregeld is, maar dat pakt anders uit. Gaston Eiskes was woedend dat men al direct begon. Onze voorstellen, als ik mag zeggen onze, waren nog niet goedgekeurd. En er waren er al bezig met partijcongressen en zo van al over de nieuwe staatshervorming te spreken. Terwijl we niet eens wisten of hetgeen we met zoveel moeite daar hebben doorgesleurd, of dat kon functioneren, of dat kon werken. Bij de uitvoering van de staatshervorming ontstaan problemen in verband met de afbakening van de 3 gewesten en over het statuut van de voer. Ook de economische problemen wegen op de regering. Eiskes laat de kamers voortijdig ontbinden in september 1971. Bij de verkiezingen van 7 november verliest de CVP veel kiezers. Tindemans gaat er zelf sterk op vooruit. Hij haalt ruim 33.000 stemmen, dubbel zoveel als in 1968. In de nieuwe regering, die opnieuw wordt geleid door Gaston Eiskes, wordt Tindemans minister van Landbouw en Middenstand. Een van de eerste maatregelen die hij moet toepassen is de invoering van de BTW. Niet meteen iets om populair mee te worden. Veel winkeliers houden uit protest een tijdje de deuren toe. De grootwarenhuizen doen niet mee met de acties en dat zorgt voor herrie. In 1972 is ook het jaar van een kleine oorlog over de vogelvangst. Als landbouwminister voert Tindemans een Benelux-akkoord uit en verbiedt de vangst met netten. Ik heb dat uitgevoerd en dat is op weerstand gestuit in bepaalde kringen. Moet zeggen, dat werd zelfs gevaarlijk. Bijvoorbeeld toen we aan zee waren, is men ons komen zeggen dat we ongewenst waren, dat we direct moesten vertrekken. Men kwam dus slogans voor ons deur op de grond kalken en mijn kinderen zijn op een bepaald moment bijna het slachtoffer geweest van een ontvoering. In november 1972 valt de regering Eiskes over de kwestie voeren. Op 25 januari 1973 treedt een nieuwe regering aan onder leiding van Edmond Le Bourton. Tindemans wordt minister van Begroting en Institutionele Hervormingen. In oktober 1973 breekt de oliecrisis uit. De pompen blijven leeg en er volgen een paar autoloze zondagen. De regering Le Bourton valt over de plannen om Ibramco op te richten, een Iraans-Belgische oliemaatschappij. De politieke crisis die daarop volgt, biedt Tindemans een eerste kans om zelf een regering te vormen. Bij het paleis in Laken. De formateur heeft zo pas verslag uitgebracht bij de koning. De vraag is, zet hij zijn opdracht al dan niet verder? Meneer de vicepremier, bent u nog altijd formateur? Ik ben nog altijd formateur. Ik zal morgen mijn antwoord aan de koning komen geven. Zit er de mogelijkheid in dat we deze week nog een regering hebben? Alles is nog mogelijk. Vermits mijn besprekingen niet ten einde zijn, kan ik nog geen definitief antwoord geven vandaag. Dank u wel. Op 10 maart 1974 zijn er opnieuw verkiezingen.
Tindemans is zeer populair. Iedereen heeft het over het charisma van de minister. De oude krokodillen, laten we zeggen, IJskes, P.W. Zegers, Le Burton. Die mensen die waren wat versleten voor de publieke opinie, zal ik zeggen. En dan komt de regering Le Burton, die een regering is die een vrij negatief beeld had, die tenslotte gevallen is over twee schandalen, dus politieke schandalen, de RTT-zaak en Ibramco. En er was zo een algemeen gevoel bij de mensen, er moet iets anders komen. Dus er moet een integere figuur komen. En Tindemans was zo wat de belichaming op dat ogenblik van de christendemocratie. Kwam zeer sympathiek over, bespeelde het televisiemedium op een uitstekende wijze. Veel mensen vinden Tindemans de ideale politicus. En ook de CVP begrijpt dat Tindemans een kapitaal aan populariteit vertegenwoordigt en maakt van hem haar boegbeeld. Er komt verkiezingsdrukwerk met zijn portret en met de slogan: met deze man wordt het anders. Wij staan nu voor deze verkiezingen. En ik zou u zo graag mijn overtuiging meedelen, overplanten, mijn onrust mededelen. Op 10 maart rijft Tindemans meer dan 80.000 stemmen binnen. De rest van de CVP doet het heel wat minder goed. In de pers spreekt men over het Tindemans-effect. Tindemans wordt aangesteld als formateur. Hij wil samen met de socialisten en liberalen een regering vormen om de gewestvorming af te werken en de economische problemen aan te pakken. Maar de socialisten weigeren met de liberalen in dezelfde regering te gaan zitten. Nee, voorlopig nog niet. Daarop beslist Tindemans samen te gaan met de liberalen en de communautaire partijen. Tijdens de onderhandelingen begint het eerste gesprek van gemeenschap tot gemeenschap in Steenokkerzeel. Daar wordt de idee gelanceerd om aan de Franstaligen in de faciliteiten en een reeks andere gemeenten het recht te geven zich in te schrijven in Brussel om in hun eigen taal administratief bediend te worden. Het overleg mislukt. Mijn heren, wij zijn dus 23 uur lang bij elkaar geweest en wij zijn dus zo even uit elkaar gegaan. Nadat de onderhandelingen afgesprongen zijn op de begrenzing van Brussel. Het communautaire gesprek is wel wat opgeschoten. Voor de taalpartijen is dat genoeg om Tindemans te blijven steunen. Die vormt daarop een minderheidsregering met de liberalen. Later verruimt hij zijn regering met het Rassemblement Wallon, zodat de wet op de voorbereidende gewestvorming goedgekeurd kan worden. Intussen duren de communautaire spanningen voort. In Schaarbeek ontstaat beroering omtrent de aparte loketten voor Nederlandstaligen. Dat is tegen de taalwetten. Uiteindelijk stuurt Tindemans een speciale regeringscommissaris om orde op zaken te stellen. Tussen de zwaargewichten van de Europese gemeenschap staat Tindemans een mannetje. Hij is zijn Europese droom niet vergeten en scherpt zijn Europese profiel met een plan voor de uitbouw van de gemeenschap. Het rapport is eigenlijk een beetje ambigu ontvangen. Het was een heel goed rapport, heel degelijk, maar te goed voor, dat gebeurt wel vaker, te goed voor dat ogenblik. En dan heeft het een eerste klas begrafenis gekregen, onderste laarde van de meeste bureaus. Maar de stof was er om op verder te bouwen. Ik herinner mij, ik heb ooit een interview gedaan met voorzitter Delors van de Europese Commissie. En na afloop zag ik op zijn bureau het rapport Tindemans liggen en ik zei, tja, hier rapport Tindemans, dat is toch een voorbijgestreefd rapport, 15 jaar oud. Holala, zegt Delors, dat is mijn bijbel. Dat ligt altijd binnen handbereik. Indien ik iets nieuw ga voorstellen in de commissie, ga ik eerst kijken wat Tindemans geschreven heeft. Want ik geloof, zegt hij, dat nadien niemand nog iets geschreven heeft dat origineel is ten opzichte van het verhaal van Tindemans. Toch wel een mooi salut, hè? Enkele maanden na het indienen van zijn rapport wordt Tindemans voorzitter van de Europese Volkspartij, de partij van de Europese Christendemocraten. Hij wordt nu Mr. Europe genoemd. De
27 mei 1976. Er vallen hem enkele belangrijke Europese onderscheidingen te beurt, waaronder de prestigieuze Karel de Grote prijs. De internationale Karlsprijs voor het jaar 1976. De minister-presidenten des Königreichs België, Leo Tindemans, verliehen. In België is de premier op het toppunt van zijn populariteit. Hij wordt door de pers uitgeroepen tot man van het jaar en krijgt ook de prijs van de gulle lach. Op het puur politieke vlak zit het Tindemans minder goed mee. Zijn regering wordt door interne problemen bij het RW in moeilijkheden gebracht. Hij ontbindt de kamers, maar blijft zelf wel aan. De verontwaardigde oppositie spreekt van een staatsgreep en verlaat het parlement in groep. Op het CVP-congres van maart 1977 ligt partijvoorzitter Martens de verkiezingscampagne toe. Beste vrienden, onze slogan, meer dan ooit Tindemans, is geen vedette cultus. Wij voeren geen persoonlijke campagne. Maar Leo Tindemans is voor ons de premier en de belichaming van onze christendemocratische idealen op nationaal en Europees vlak. De verkiezingen van 17 april leveren de ontslagnemende premier meer dan 134.000 voorkeurstemmen op. Een historisch record. Hij mag de volgende regering vormen. Het liefst had hij een ploeg samengesteld uit de drie grote partijen, maar de partijvoorzitters hebben andere plannen. André Kools ziet in de regionalisering de oplossing voor de Waalse economische problemen. Schiltz en Martens willen samen hun federalistische dromen realiseren. De liberalen passen moeilijk in het plaatje. Die regeringsonderhandelingen, het was niet om te beginnen de formateur die rondkeek of na samenspraak met de koning uitkeek welke soort regering moeten we best tot stand brengen, wat ligt voor de hand dat we moeten doen. Maar dat gebeurde op het niveau van de partijen waarbij ik niet wist wat daar besproken werd juist. Dat was in de geschiedenis van België een niet zo gelukkige periode, maar ik zat nu eenmaal op de post die u kent. Was daar zeer ongelukkig mee. Maar ik denk dat ons land meer dan ooit behoefte heeft aan een stabiele regering. Ik ga zo niet te zeggen. Ik was eigenlijk verplicht de zondagvoormiddag naar de televisie te kijken. Daar kwamen gewoonlijk die voorzitters in een debat en die zegden wat er moest gebeuren. Op 9 mei beginnen 22 onderhandelaars te vergaderen in het Egmond Paleis met de bedoeling te komen tot een gemeenschapspact en tegelijk een regering te vormen. Het overleg verloopt zeer stroef. De voorzitters domineren alles. Al tijdens de onderhandelingen begrijpen de partijvoorzitters dat de premier zijn twijfels heeft. PSC-voorzitter Nothomb vraagt het hem op de man af, maar krijgt geen antwoord. Ik heb porté témoignage que j'ai plusieurs fois demandé au premier ministre ce qu'il fait une aide pour m'aider à prendre une position qui soit d'intérêt général. Et comme le premier ministre selon moi hésitait, il ne me donnait pas de réponse. Et donc, moi, puisqu'on était en train de former une coalition, j'ai aidé à former une coalition, parce que ça me semblait être mon devoir et l'intérêt général de tout le monde en Belgique. Dat is een bijzonder pijnlijk moment, of een pijnlijke periode geweest in mijn leven. Ik was wellicht de enige die door en door die communautaire hervormingen kende. Ik had het 3,5 jaar gedaan, ik was verantwoordelijk geweest als minister daarvoor. En nu moest ik daarvan dingen prijsgeven. Huh? Waarvan men ons vroeger beschuldigde, ten onrechte, vermits het er niet in stond, wilde men nu verwezenlijken. Huh? Met het FDF en met Kools en zo in de regering. Dus zoiets verteert men niet gemakkelijk. In de nacht van 24 op 25 mei komt er uiteindelijk toch een akkoord. Daarbij krijgen de Franstaligen hun inschrijvingsrecht, terwijl er voor de Vlamingen in Brussel extra waarborgen komen. Ondanks zijn twijfels ondertekent Tindemans het pact, omdat zijn kabinetchef hem geruststelt. Het akkoord zal bij de uitwerking van de wetteksten wel bijgestuurd worden. Tindemans wordt in een coalitie geduwd die hij eigenlijk niet wil. Na de start van de regering blijven de voorzitters met elkaar in contact. Ze zijn van plan samen het Egmondpact door te drukken. Die partijvoorzitters die zaten samen. De pers noemde dat de junta van de partijvoorzitters. Ik noem dat altijd de club van de partijvoorzitters. En daar heerste zo'n soort clubgeest. Die mensen die voelden zich zeer goed bij elkaar.
En die spraken daarover hun dissidenten, hun ambetantrekken en zo. En elke keer als ze een overwinning op hun dissidenten hadden bereikt, dan werden die bijna gefeteerd in die club. Maar zij liepen eigenlijk sterk voorop hun troepen. Het blijkt al gauw dat het akkoord van mei nog lang niet volledig is. Daarom beginnen op 24 september 1977 nieuwe gesprekken in het Stuivenbergkasteel. Het overleg duurt maanden en het wordt hoe langer hoe duidelijker dat Vlamingen en Franstaligen de teksten anders interpreteren. In Vlaanderen maakt het Egmondpact en vooral het inschrijvingsrecht veel protest los. De Volksunie krijgt er zwaar van langs. Tindemans wordt alsmaar nerveuzer omdat zijn handen gebonden zijn in de strijd tegen de zware economische crisis. De socialisten koppelen de goedkeuring van crisismaatregelen aan de uitvoering van de staatshervorming. Zij wilden geen enkele maatregel treffen dus om de financiën van het Rijk een beetje ordentelijk te beheersen, om de uitgaven te beperken, om de schuld dus niet te doen aangroeien. Niks! Het eerste en de eerste plicht van de regering was alles te doen dus wat de hervorming van de staat betrof. Al die dingen waarvan de Raad van State zei dat ze ongrondwettelijk waren. In juni dient Tindemans het ontslag van zijn regering in. De koning weigert. De partijvoorzitters zien het als een aanwijzing dat de premier geen zin heeft om het pact uit te voeren. De doodstrijd van Egmond Stuivenberg begint. Huré, die de... Hoe zal ik zeggen, het knechtje was van André Kools in de regering zo. En op een bepaald moment was er een gesprek geweest tussen ons beiden, waarin in dat gesprek, we wachten op een derde minister, op Henri Simonet, de minister van Buitenlandse Zaken. Op een bepaald ogenblik zeg ik zo, ja, het zou makkelijker zijn indien wij met een constituante, met een grondwetgevende vergadering hadden te doen. Hè? Konden we naar het parlement gaan, dan zou het parlement al dan niet kunnen goedkeuren, dan was het gebeurd of niet gebeurd. Maar nu, het is geen constituante, wat moeten we nu doen? En die was, ik weet nu waarover ik spreek, aan Kools gaan zeggen, Tindemans droomt van kamerontbinding, Tindemans droomt van verkiezingen. Dat was helemaal niet waar, dat was een menselijke bedenking zo. En dat is bijna zo het vuur aan de lont geweest. Kools is woest. De partijvoorzitters en de premier komen bijeen voor een spoedberaad in het Lambermont-gebouw. En daar begint hij Tindemans uit te schelden. Hij heeft daar zinnen gebruikt van een eerste minister met kloten aan zijn lijf. Die zou die meneerkes van de Raad van State onmiddellijk wandelen hebben gestuurd en die zou het pact hebben doorgevoerd. Dus dat is... uitgemond in een grote ruzie. Die avond komen de partijvoorzitters en de premier opnieuw bijeen. Kools is dronken en zet zijn scheldpartij van 's middags voort. Hij noemt Tindemans een krapuul. Dan is Wilfried Martens plots in tranen uitgebarsten. En hij deelt dus daar aan de aanwezigen mee dat hij vernomen heeft dat zijn zoon aangereden is door een wagen en waarschijnlijk zijn been zal moeten worden afgezet. En die sfeer is dan plots omgeslagen. Al die politici zijn terug vader geworden. Van den Boeijnans heeft naar Melsbroek gebeld voor het regeringsvliegtuig om Martens zo snel mogelijk bij zijn vrouw te brengen. Maar alleszins, de mensen die scènes met Kools en Tindemans en ook anderen hebben meegemaakt, die zeggen, ja, hier is eigenlijk het Egmondpact begraven. Dat komt nooit meer goed. Na de vakantie blijkt dat er bij de CVP'ers nog meer verzet gegroeid is tegen de inhoud van het pact. Er wordt ook veel gepraat over de grondwettelijke bezwaren. Ook buiten het parlement raken de gemoederen verhit. Er verschijnen zeer kritische commentaren. De belangengroepen leggen vijandige verklaringen af en iedereen begint te twijfelen. Intussen rommelt het ook in de schoot van de politieke partijen. In opdracht van Kools schrijft vicepremier Huré op 9 oktober... een brief aan Tindemans om te eisen dat de regering wordt samengeroepen om haar officiële standpunt over de ontwerpteksten te bepalen. Tindemans weigert. Hij blijft bij zijn standpunt dat het parlement moet beslissen. In de namiddag komen de partijvoorzitters bijeen zonder Martens. Ze willen Tindemans vervangen zien door Martens. Il y a eu une réunion des présidents de la coalition sans Martens. Il devait venir, mais on a fait une réunion avant en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous devant cette situation que l'on constate? Nous avons un pacte,
Martens respecte l'accord, mais manifestement, ça ne va pas avec le Premier ministre. Et donc, c'est vrai que des voix dans les autres partis sont dit, oui, mais c'est tout simple, que le CVP se décide. Et si c'est la ligne Martens que l'on suit, que Martens devienne Premier ministre. Dat scenario is te eenvoudig. Het CVP-bestuur vindt nu ook dat het Egmond-pact niet kan worden uitgevoerd met gewone wetten. De volgende ochtend geeft Martens aan de andere partijvoorzitters het lijstje met artikelen waartegen de CVP bezwaar heeft, waaronder het zo belangrijke inschrijvingsrecht. De anderen reageren geschokt. Dezelfde morgen hoort Tindemans dat de kans bestaat dat hij zal worden geïnterpelleerd door de vijf partijvoorzitters in de openbare vergadering diezelfde namiddag. Wij hadden 's morgens kernkabinet. En daar vraagt Duret het woord dus en plotseling, dus beperkt de top van de regering. En hij zegt, kijk, vanmiddag gaat je geïnterpelleerd worden in het parlement, wat gaat je antwoorden? Waarop ik zeg, geïnterpelleerd, waarover? Maar ten eerste, interpellaties is normaal in een democratie. Hè? Alles hangt ervan af, wie interpelleert het? En ik zeg zo, een beetje schoolmeesterachtig, als een backbencher interpelleert, de premier moet zich daar altijd aan verwachten, maar als dat een kopstuk zou zijn, ik zeg dan is dat zeer serieus, dat kan zelf de val van de regering veroorzaken. Ja. En er ontstaat een debat en twee ministers, niet van mijn partij, en een Nederlandstalige en een Franstalige, die zeggen, de premier heeft gelijk, hè? Een interpellatie, hè? Als je die niet domineert, zo. Als het van onze kant komt, dat kan een regeringscrisis veroorzaken. Dus wij moeten in onze partij onmiddellijk zeggen dat er niet mag geïnterpelleerd worden. Hè? Ik weet niet waarover het gaat. We zullen zien, we kunnen een beraadslaging hebben, een samenkomst hebben. Maar niet interpelleren, hè? Zo onverwachts en in het onbekende. Hè? Daarop zijn we uit elkaar gegaan. Ieder moest in zijn partij gaan zeggen van niet interpelleren. Rond 14 uur gaat Tindemans naar het parlement. De tv-camera's staan klaar. Dat is louter toeval. Dat kan niet zo georganiseerd zijn in functie van wat ik ging zeggen. Ik dank de voorzienigheid dat het zo gebeurd is. Hè. Daarmee weten de mensen, anders zouden ze het nog niet weten. Hè. Tegen de afspraken in, interpelleren de partijvoorzitters toch. Kools begint. Ce matin à 11h30, monsieur Martens, dont je souligne la correction au passage, a informé les présidents des partis de la majorité du refus des groupes parlementaires du CVP de voter plusieurs dispositions fondamentales du projet 461. Dans ces conditions, je souhaite que le Premier ministre fasse connaître clairement les conclusions du Conseil de gouvernement. Cette décision du gouvernement étant essentielle pour la suite de nos travaux, je propose que nous ajournions le débat jusqu'au moment où nous pourrons entendre une position claire et précise du Premier ministre. Monsieur le Président, wij zijn inderdaad heden voormiddag om 11:30 ingelicht geworden over de positie ingenomen door een belangrijke fractie van de meerderheid. Toen ik daar zat, toen zei ik tot mezelf, kijk, ze hebben niet geluisterd, ze willen mij dwingen, ze willen de vloer opdweilen met mij eigenlijk. Hè? Dus die regering wordt de vuildoek, de dweil van enkele hier die bepalen wat er moet gebeuren. Niet de regering die de toon aangeeft, maar dit is het. Hè? Als ik hier niet op reageer, dan ben ik in het vervolg alleen nog de slaaf van wat er hier gebeurt. Hadden wij een goede discussie gehad in de regering en had de regering het advies van de Raad van State kunnen vragen, dan zouden de regeringsteksten in overeenkomst zijn geweest met deze adviezen. En ten tweede, telkens wanneer er moeilijkheden waren, was de beslissing van de regering, le pacte, rien que le pacte, on reprend le texte du pacte et on verra bien. C'est au Parlement que les parlementaires doivent en débattre en tenant compte de l'avis du Conseil d'État. Ça, c'était la position du gouvernement quand on a envoyé les textes au Parlement. De interprétation van de grondwet is essentieel de taak van het parlement.
Ik heb in de commissie gezegd, wanneer ik het standpunt van de regering bekend maakte, voor mij is de grondwet geen vodje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Terwijl de politieke wereld bekomt van de opwinding, rijdt Tindemans naar huis. De gelukwensen en bloemen stromen ertoe. Hij merkt dat zijn optreden indruk heeft gemaakt. De partijen willen vervroegde verkiezingen vermijden, vooral uit schrik voor de populariteit van de afgetreden premier. Maar Tindemans heeft een heilige grens overschreden. Zijn relatie met koning Boudewijn is voorgoed verstoord. Ik denk inderdaad dat de koning veel hoop stelde op dat Egmond-pact. Dat hervormde staat niet fundamenteel, maar toch voldoende om de spanningen weg te werken. En Tindemans had zijn rol niet gespeeld. Ik heb toen een gesprek gehad met Paul Willem Zegers. En die toen de grote confident was van de koning. En die heeft mij toen gezegd, letterlijk, ik probeer te citeren, tot in de hoogste kringen vindt men dat op dit ogenblik Tindemans onbruikbaar is in het politieke spel, gezien de heftige gevoelens aan Waalse kant tegen hem. Paul van den Boeinans wordt aangesteld tot informateur. Hij vraagt Martens om premier te worden, maar die vindt het nog te vroeg. VDB wordt dan zelf eerste minister van een overgangsregering. Mijn opdracht is de regering te vormen met de huidige coalitie. De verkiezingen worden aangekondigd voor 17 december. Martens en Tindemans worden samen op één affiche gezet met daarbij de tekst "Op ons kunt ge rekenen". Het worden verkiezingen met een bittere smaak. In de nacht voor de stembuslag wordt de schoonzoon van André Kools bij het plakken van affiches aangereden door een auto en overlijdt. Op de verkiezingsavond in de RTBF-studio zie ik André Kools, die met priemende ogen staat te kijken naar de Vlaamse uitslagen en ziet dus dat Tindemans daar een monsterscore oogst. En hij zegt zo, om de hoogmoed van die man is mijn schoonzoon moeten sterven. Tindemans is niet helemaal uitgerangeerd. Een CVP-congres in de Magdalenazaal, dat zijn groen licht moet geven aan de regering Martens, draait uit op een plebiscit voor Tindemans. Hij kondigt aan dat hij bereid is partijvoorzitter te worden, als de partijleden dat willen. Vrienden christendemocraten, als het uw wens is dat ik de partij hier in het Vlaamse land zou leiden doorheen de moeilijke periode die zich aankondigt, hier ben ik, dan ben ik daartoe bereid. Aanvankelijk de mensen die op het presidium zaten, dus de Hanen, Martens en die klapten niet. Maar na een zekere tijd stonden de mensen in de zaal op stoelen. En ja, het presidium zat daar met een lijkbiddersgezicht. En na een zekere tijd staan ze ook recht. En Jean-Luc Dehaene zegt tegen een van zijn medestellers: nu begrijp ik hoe dat bepaalde generaals op de congres van Nuremberg Hitler hebben toegejuicht. Tindemans wordt CVP-voorzitter. Bij de Europese verkiezingen haalt hij 983.000 stemmen. De regering is beducht voor die populariteit. Op het ogenblik dus dat zijn partijgenoot Tindemans 1 miljoen stemmen haalt,
zegt Martens in een tv-interview, dit is een zeer slechte dag voor de regering. Want iedereen beschouwt dat als een bedreiging voor de regering. Er wordt wel eens gezegd, als Tindemans een groot succes haalt bij de Europese verkiezingen, zal hij zijn greep op de CVP verstrakken. Denkt u daaraan? Zie ik eruit als een dictator, als iemand die erop uit is grepen te doen? Als partijvoorzitter laat Tindemans vaak horen dat hij het niet eens is met de regering. Hij laat aan buitenlandse journalisten verstaan dat zijn verhouding met Martens niet meer zo goed is als vroeger. De nieuwe staatshervorming komt er uiteindelijk in 1980. Tot hervorming der instellingen. Stemming begint. Einde van de stemming. Tindemans is er nauwelijks bij betrokken geweest. Velen vinden het nu bijna een zegen dat het Egmond-pact niet is uitgevoerd. Ik heb daar vele mensen over ondervraagd en die spreken dan altijd met de Latijnse zin felix culpa. Door het feit dat het toen niet is kunnen uitgevoerd worden, heeft men een veel ingrijpender staatshervorming op de rails kunnen zetten die grondwettelijk kon onderschraagd worden. 3 jaar na zijn spectaculaire aftreden komt Tindemans terug in de regering als minister van Buitenlandse Zaken. Hij laat zich niet meer in met binnenlandse politiek. In 1989 wordt hij als minister van Buitenlandse Zaken opgevolgd door Eyskes, op het moment dat hij lid wordt van het Europees Parlement. Op grond van die overweging kunnen ook leden van dit Europees Parlement met een sterke Europese overtuiging vandaag ja zeggen tegen een uitbreiding. Votos a favor de las enmiendas 16 y 17. Votos en contra. In 1999 gaat hij met pensioen. Tijdens een druk bijgewoonde huldigingsplechtigheid krijgt hij uit handen van Jean-Luc Dehaene de Leopoldsorde. Welk volk willen we zijn? Hoe zullen andere volken ons zien? Welke karaktertrekken zal men ons als eigenschappen en welke als gebreken beschouwen? Welke idealen zullen ons nog bezielen? Wat zal onze waardeschaal zijn? Zullen we enige menselijke en sociale bewogenheid bijbrengen aan de technische beschaving of zullen we alleen maar een volk van nieuwe rijken zijn, zonder smaak en zonder wijsheid? Tindemans heeft altijd graag geschreven en is dat ook blijven doen. De meeste stappen in zijn carrière heeft hij zelf gedocumenteerd. Maar het beeld is niet volledig. De dagboeken, die hij zijn hele politieke leven lang heeft bijgehouden, zullen straks misschien meer klaarheid brengen. Onderweg begin ik te beseffen dat het nu blijkbaar menens is met een mogelijke ontvoering. Want telkens een wagen ons tracht voorbij te steken, komt de Peugeot van de Rijkswacht naast mijn wagen rijden. We komen aan met een grote bocht. Van achter bomen en struiken duiken 4-5 mannen op die me teken doen uit de wagen te stappen. Een van hen komt tot bij mij en stelt zich voor als kolonel Rogiers. U hebt geluk gehad, zegt hij. 5 minuten geleden hebben we 2 mannen aangehouden. 1 van de 2 was zwaar gewapend. Ben ik ontgoocheld door wat ik gedaan heb in het leven? Op sommige punten ja, en door sommige mensen zeker. Maar beslist niet verbitterd, niet ontevreden. Ik moet mij niet schamen, geloof ik, voor wat ik gedaan heb op politiek gebied. En ik zou durven zeggen, als ik nu overschouw wat ik heb gepresteerd of niet gepresteerd, dan zou ik zeggen, ik ben blij dat ik trouw gebleven ben aan de idealen van mijn jeugd. Volgende week vertellen we het verhaal van een kopstuk uit de Socialistische Partij. Ook hij speelde in de jaren 70 en 80 een belangrijke rol in de binnenlandse politiek. Willy Klaas. Willy was natuurlijk de verstandige jonge politieker die wist wanneer hij moest forceren of moest remmen. Iedereen zei ook tegen hem, Willy, het was niet meneer de minister, het was Willy.
vind dat het nu welletjes geweest is en dat je de structuur van een land niet verandert zoals je wel van hemd of van kostuum verandert. De Limburgse jongen van eenvoudige komaf schopte het tot secretaris-generaal van de NAVO. Maar het Augusta-dossier brak zijn schitterende carrière af. Volgende week ziet u zijn historie, een portret van Willy Klaas. Heel graag tot donderdag. Whoa.